Hallo allemaal, Josje van Ik voor Future Maps hier met een nieuwe video vanuit mijn achtertuin. Want het is begin mei en het is lekker weer, dus ik dacht, waarom zou ik in de slangenkamer gaan zitten als ik ook lekker buiten kan zitten? Ik kreeg recentelijk de vraag van iemand die wilde met slangen beginnen, die had nog geen slangen gehad. En die vroeg zich af, kan ik nou beter met een mannetje of met een vrouwtje beginnen? Zit daar verschil in karakter bijvoorbeeld of zo? Of zitten er nog verschillende kleurmutaties? Moet ik daar nog rekening mee houden? En dat vond ik wel een goede vraag. Ik heb er in het verleden denk ik wel eens zo tussen een video door, tijdens een video had over gezegd, maar niet heel specifiek. Dus ik dacht, daar ga ik een video over maken. Dus als jij deze vraag hebt gesteld, hartstikke goed, dankjewel. Het korte antwoord is nee, maakt eigenlijk geen verschil. Dus als je maar een minuut de tijd had, hey, wil nu begaan, dan ga je gang, ga lekker weg. Maar ik zal er wat dieper op ingaan natuurlijk. Kijk, je hebt zowel tussen, als we bij geslacht beginnen, kijk, sommige slangen zijn wat defensiever dan andere, zijn gewoon wat schichtiger, wat banger. Zie je vooral bij jonge diertjes, jonge rattenslangen zijn natuurlijk zo lang, misschien zo lang, en hartstikke dun. En dan komen wij daar met onze grote hand zo op af, dus dat kan best wel eng overkomen. Dus het is niet vreemd dat een jong rattenslangetje een beetje defensief kan zijn. Sommige mensen die zeggen dan agressief, maar je bent alleen maar... Als ik word aangevallen, dan mag ik mezelf ook verdedigen. Dus dan vind ik het defensief gedrag. Dat klinkt wel vriendelijker voor de slang ook. Dus sowieso, bij welk slangetje je ook hebt, als ze jong zijn en ze zijn een beetje schichtiger, dan gaat dat er meestal wel uit als ze op een gegeven moment een halfjaartje oud zijn. Of een jaar, of wat dan ook. Maar hoe groter ze worden, hoe zekerder van zichzelf ze worden. Ze worden wat groter, ze worden wat stoerder. Ze raken inmiddels ook gewend aan het gehanteerd worden en aan de manier hoe jij met ze omgaat. Dus leeftijd helpt sowieso ook al. Nou hoor je wel eens dat sommige mensen zeggen van nou, oh, ik had een vrouwtje en die was toch agressief of defensief en ik had een mannetje en die was heel rustig. Nou is eigenlijk altijd een beetje anekdotisch, zeg maar. Ik kan niet echt zeggen met alle slangen die ik heb gehad dat er veel verschillen zitten tussen bijvoorbeeld man of vrouw. Ik heb vrouwtjes die echt heel vervelend zijn en ik heb mannetjes die heel vervelend zijn. En met vervelend bedoel ik dus als je ze alleen maar aantikt, dat ze al heel snel wegschieten. En niet, vaak bijten ze niet eens heel snel, zeker niet als ze groot zijn. Maar dan vliegen ze gewoon de bak uit als ze de kans krijgen. Verschillende slangen hebben echt verschillende karakters. Dat klinkt, het klinkt zweverig misschien aan de ene kant. Als je een slangetje ziet, dan denk je, nou ja, die hebben weinig emoties en zo. Maar ze hebben echt allemaal een eigen innerlijk, zeg maar. Een andere vraag was dus nog van, helpt het nog? Er wordt trouwens op de achtergrond getoeterd hier ergens, dus let daar niet op. Een andere vraag was nog, maken verschillende kleurmutaties nog uit? Is de ene kleurmutatie misschien rustiger dan de andere? Kan ik ook niet echt zeggen. Heel zwart-wit gezegd zou je kunnen zeggen dat dieren met het albino gen erin, dus missing blacks, die dus geen pigment in de ogen hebben, die zouden wat slechter zien. Dat geldt ook voor albino konijnen, muizen, noem maar op. Die kunnen een slechter zicht hebben en daardoor zouden die misschien wat schichtiger kunnen zijn. Merk ik zelf weinig van en daar denk ik vooral ook omdat wij reptielen slangen doen wel wat op zicht. Rode rattenslangen zijn echt wel visueel ook ingesteld, maar ze ruiken natuurlijk ook veel. Ze met haar tong... ze voelen trillingen, dus tegen de tijd dat je bijvoorbeeld naar boven loopt, omdat op de slaapkamer het terrarium staat, je loopt de trap op, je doet de deur open, je komt aangelopen, schuifruitje gaat open, of misschien gaat het slotje er eerst nog af. Tegen die tijd dat jij denkt, oh, nu zie ik mijn slang, heeft die slang jou al lang opgemerkt. Dus je hoeft niet heel bang te zijn dat je ze verrast in zoverre. Dus ook al hebben ze misschien wat slechter zicht, ze hebben genoeg andere zintuigen om te weten dat je eraan komt. En als ze weten dat je eraan komt, dan hoeven ze ook minder hard te schrikken en zijn ze dus wel minder schichtig vaak. Dus, ook wat dat betreft qua kleurmutatie hoef je er misschien niet heel erg rekening mee te houden. Wat misschien in zoverre nog rekening mee, als je nou een jong diertje wil kopen en je zegt, moet ik een man of een vrouw, waar je in zoverre wel rekening mee zou kunnen houden, is de toekomst. Wil je er eventueel ooit mee gaan kweken? Ja of nee? Als je echt zegt, nee, gegarandeerd niet, dan zou ik altijd adviseren om een mannetje te nemen. Zeg je nou, ik weet het niet zeker, misschien vind ik dat over 2 of 3 of 5 jaar toch wel leuk om eens te proberen. Dan is misschien als eerst een vrouwtje aanschaffen interessanter. De reden dat ik dat zeg is, als je niet wil kweken, dan is mannen eigenlijk om 2 redenen makkelijker. Die gaan nooit eieren of follikels aanmaken. Dus ook een vrouwtje wat in er eentje zit, kan follikels aan gaan maken. Hoeft voor bijna nooit problemen te zorgen, maar in theorie kunnen ze dus onbevruchte eieren gaan leggen. En dat kost energie, maar ze kunnen ook legnood krijgen. Nogmaals, komt zelden tot nooit voor, maar jullie zullen net zijn dat jullie dat kleine zelden stukje zijn. Dus als je echt niet wil kweken en je wil gewoon een diertje met minste problemen, zou ik een mannetje nemen. Andere reden is dat je, als je wel een dier erbij wil hebben, 2 vrouwen gaat vaak heel goed, 2 mannen gaat goed. Een koppel gaat vaak niet zo goed natuurlijk, of althans gaat wel goed. Die kun je wel samenhouden, maar dan krijg je bijna gegarandeerd eieren. En vaak als ik zeg, ik heb 100 slangen te koop en dan zijn het 50 mannen, 50 vrouwen, zijn natuurlijk de kwekers en mensen die...
Okay, er kunnen ook kleinschalige kwekers zijn. Mensen die wel willen kweken, die willen vaak net iets meer vrouwtjes hebben. Dus ik heb vaak net iets meer mannetjes over. Dus je hebt vaak ook iets meer keus aan mannen. Omdat vrouwen vaak iets eerder worden weggekocht. Omdat mensen misschien zeggen, nou ik wil graag 2 mannetjes bij je kopen en 3 of 4 vrouwtjes. Omdat ze dan een leuk kweekgroepje hebben. Dus er zijn vaak iets meer mannetjes over. Dus je hebt iets meer keuze ook wat dat betreft. Ik zei al, meerdere mannen gaat eigenlijk ook altijd goed als je die samen wil houden. Zeker als er geen vrouw in de buurt is. Mannen onderling kunnen echt wel gaan vechten. In de paartijd vooral. Dus dat ze elkaar soms gaan bijten, maar soms gewoon alleen maar een beetje wegduwen. Ze kunnen echt wel een beetje vervelend zijn in de paartijd. Maar dat doen ze eigenlijk alleen maar als ze een vrouwtje ruiken. Dus als een vrouwtje feromonen afgeeft in het voorjaar en zegt, hallo, hier ben ik. Ik ben klaar om voor de kweek, dus kom mij bevruchten. Dan willen die mannen ook wel eens gaan knokken. Dus het kan ook wel eens ruzie worden als je bijvoorbeeld een terrarium boven hebt met 2 mannen en een terrarium onder met 2 vrouwen. Zodra die vrouwen eigenlijk die feromonen gaan afgeven, zie je ook nog wel eens dat mannetjes een beetje wilder gaan worden en stoppen met eten en dat soort dingen. Maar als er geen vrouwen in dezelfde kamer staan, hoef je daar al niet bang voor te zijn. Dus als je zegt, nou ik wil eventueel nu 1 slang en ik wil er misschien later wel bij, misschien nog eentje of nog 2 en ik wil er niet mee gaan kweken, zou ik dus kiezen voor een mannetje om die reden eigenlijk. En nog een andere mensen zeggen als, ja, als ik nou mijn babytje koop en die is een beetje wild en zo, moet ik die dan wel gaan hanteren of ik vind dat een beetje eng? Om ze rustig te krijgen is hanteren vaak wel het beste. Maar er zit een beetje een balans in. Als je namelijk een beetje een gestrest slangetje hebt en je gaat die elke dag of 2 keer per dag eruit halen, dan wordt die er niet rustiger van. Vergelijk het als je zelf heel gestrest bent of je hond is gestrest, ja, dan wil je niet constant die stressprikkels ook nog eens geven. Maar ja, als je er nooit iets mee doet, of bijvoorbeeld alleen maar terrarium openmaakt en als er een muis in stopt, dan leert hij ook niet dat het hanteren helemaal niet zo eng is natuurlijk. Dus ik adviseer dan om wel te hanteren, 1 keer in de week of misschien 2 keer in de week maximum, dat is meer dan genoeg, hoeft echt niet elke dag. Sommige slangetjes willen natuurlijk nog wel eens uithalen, willen echt nog wel eens bijten. Nou doet een jonge rattenslang, als die mij bijt, ik trek er niet meer van terug, het doet geen pijn. Maar ook toen ik begon met slangen en toen ik net 1 jaar of 2 jaar slangen had, ik schrok me de pleuris als ik ben gebeten. Want je denkt, oh, ik zie hem bijten en hij hist en hij haalt uit en hij bijt of hij hangt vast. Maar het doet helemaal geen pijn, maar het is gewoon in je hoofd die schrik. Dus wat je dan kunt doen, doe gewoon een simpele handschoen aan. Gewoon een winterhandschoen, zeg maar. Want dan weet je, als ze daarin bijten, dat je er niks van voelt. Dus je bent veel zekerder. Dus wordt wel eigenlijk een probleem als je nou zo denkt, oeh, slangetje, hoe ga ik jou pakken? Nee, toch niet. Hier zo dan? Nee, misschien zo van die. Nee. Nou, dan heb je dus elke keer, als je dat slangetje bent, zie je dus de hele tijd zo de hand op je afkomen. Dus worden ze alleen maar bozer. En dat is wel logisch menselijk gedrag hoor. Ik bedoel, ik deed dat zelf ook. Maar als je dus echt heel schichtig bent om je slang uit het terrarium of zo te halen, doe dan gewoon een simpele handschoen aan. Of een sjaal eromheen of een t-shirt. Maakt niet uit wat. Maar in ieder geval voor jezelf weet, joh, hij mag me bijten, want ik voel er toch helemaal niks van. Dan ben je zelf een stuk relaxter. Dus wordt je slang ook relaxter. Dat is sowieso met hanteren. Zie ik beginners ook nog wel eens doen. Die denken, oeh, goed vasthouden. En die gaan echt vasthouden, zeg maar. Dat vind ik slang helemaal niet fijn. En geen één dier trouwens. En geen één mens trouwens ook. Maar ik ben ook dierenartsassistent, zoals jullie misschien weten. Als je een hond of een kat of een cavia of een konijn of wat dan ook vast moet houden. Kijk, als ze echt een prik moeten hebben en dat gaat heel pijn doen of je moet echt iets vervelends doen, moet je ze even goed fixeren natuurlijk. Maar dan ga je ze echt fixeren, dus echt vasthouden. Terwijl een slang die je gewoon thuis hebt en waar niks mee aan de hand is, die wil je alleen maar hanteren. Dus die moet jij gewoon lekker relaxed vasthouden, laat hem zelf maar een beetje kruipen. Sommigen die heel schichtig zijn, gaat er natuurlijk wel moeilijker mee. Maar hoe meer je ze echt tegenhoudt, hoe meer dat ze eigenlijk boos worden en zich gaan verzetten. Nou is natuurlijk de optie om ze achter de kop te pakken, dan kunnen ze ook niet bijten, kunnen ze ook nergens heen, maar daar worden ze ook gegarandeerd niet rustiger van. Dan worden ze alleen maar wild van ze, soms poep en plassen ze alles onder. Daar ga je echt fixeren en ja, fixeren heeft eigenlijk gewoon, is eigenlijk in gevangenschap zelden nodig als ze niet ziek zijn of geen medicijnen nodig hebben die net het dierenarts hoeven. Dus als je ze wil hanteren, doe dat dan gewoon heel relaxed. Zorg ook als je nou zelf denkt, oh ik ben helemaal gestrest en weet ik wat. Adem 10 keer diep in, tel tot 10, ga een rondje rennen, maakt niet uit, doe iets om zelf eerst even een beetje relaxed te worden, want gegarandeerd als jij hyper bent, gaat dat gewoon overgaan op je slang, zeg maar. En ik zei, als jullie hond of katten thuis hebben, geldt precies hetzelfde voor. Als je zelf helemaal hyper bent en je denkt, kom hond, kom nou mee. Ah, je wordt een beetje wild, dan zie je die hond ook zo kijken van, nou laat me met rust. Dat wil ik allemaal niet. Ik wil gewoon relaxed zijn. Geldt voor slang ook. Dus dat was denk ik, ik zit eens te denken of ik nog iets meer erover wil vertellen. Ik denk het niet. Kort maar krachtig. Wil je niet kweken? Neem een mannetje. Wil je wel kweken? Koop een jong vrouwtje. Twijfel je of ze agressief zijn? Ja of nee? Het maakt dus niet uit. Man, vrouw, morf. Kies gewoon wat je mooi vindt. Vooral qua morfs natuurlijk. Kies gewoon iets wat je qua uiterlijk mooi vindt. Niet wat interessant is voor de kweek. Of wat interessant is omdat je vrienden een albino hebben. Dat je ook een albino wil of zo. Neem gewoon iets wat jij mooi vindt. Het zijn allemaal rode rattenslangen. Met allemaal gewoon een ander kleurtje en patroontje. Dus je hebt keus genoeg wat dat betreft.
En als je dus gaat hanteren, doe het op een relaxte manier, maar wel gewoon in één keer. Dus gewoon recht op je doel af en gewoon pakken die hap. Het is niet eng, echt niet. Vertrouw mij. Kijk, ik heb ook allemaal vingers nog. Ik ben honderden, misschien inmiddels wel duizenden keren in mijn leven gebeten door slangen. Niks aan de hand. Dat was de video voor deze keer. Bedankt voor de vraag, dus die is ingezonden. En ik zie jullie de volgende week of zo weer. Doei!